Gebroken hart. De muziek staat best wel hard, want we zijn naar de leraar aan het luisteren. Het is dinsdag. Ik heb me aangekleed. Ik heb die trui aan van Warehouse, Brook Selected, Fem, Guest, Sneaker Wedges. En er ging vanochtend wat over het dekbed. En toen wilde ik het dekbed wassen, maar die is echt drama om in de machine te krijgen. Ik heb een 8 kilo en daar gaat... Nee, 7 kilo. En daar gaat hij echt net niet in. En ik ben altijd echt bang dat hij dan uit zijn voegen springt, maar ik kreeg hem er nu helemaal niet in. Je moet echt geluk hebben dat je hem net op de juiste plooi erin doet, wil je hem überhaupt erin krijgen. Maar dat is echt met grof geweld. Maar Denise, de wasmachine is groter, dus ik ga even daar mijn dekbed brengen. Dan kan zij hem even wassen voor me. En dan is hij weer schoon. Ik neem mijn camera trouwens niet mee, want het regent best wel hard buiten. Zo leuk. Ik dacht, we lopen even snel naar de winkel heen en weer. Want het was droog en ik denk, dan hebben we toch even een wandelingetje. Zijn we er bijna, gaat het toch weer regenen, echt. En ik heb het heel top. Koud. Dus ja, ze heeft blote benen. In ieder geval, dat is niet helemaal waar. Ze heeft hoge kousen aan, maar met een rokje. Ik heb kousen aan. Jawel. Maar goed, we zijn er bijna, dus hopen dat het dadelijk dan wel weer droog is. Want ik vind het helemaal niks. Ik kan niet van regenen. We zijn weer thuis en ik heb nu deze gehaald van Mimil, kattenmelk. En nu ga ik elke keer een heel klein laagje doen en dan een pilletje door. En dan hopen dat hij versmelt en dat ze het dan opdrinkt. Dan zou het grootste probleem opgelost zijn. En ja, het is eigenlijk een beetje het laatste wat ik kon verzinnen. Dus we'll see. Nou, zit erin en nu smelten en dan wordt het denk ik een beetje rozige melk. We gaan het zien. We hebben een gegeten. Sarah is lekker de bedje in. En oh ja, Mimo heeft de medicijnen met kattenmelk op. Dus ik ben best wel blij dat dat gelukt is. En nu zo weer spelletjesavond. Dus ik ga even hapjes klaarmaken. Ik heb allemaal dingetjes weer. En zit die klaar, dan hoef ik die zo alleen even op tafel te zetten. En Orlando komt, Kelly komt en Lise komt ook. Want we gaan ook Alias spelen. En daar hadden we een vierde man voor nodig. Marco die is met vrienden wat doen. Dus dat is... altijd, dit is mijn avond, zeg maar. Helemaal leuk. Ik heb er ook echt weer zin in. En wat heb ik vandaag allemaal gehaald? Deze had ik nog, paaseitjes. Ik denk, nou, die zet ik ook op tafel. Ik heb stokjes gehaald. Ik heb chips gehaald. Ik heb pinda's gehaald. Ik heb ook nog worst en komkommer. Dat ga ik even wel snijden. En dan staat het zo helemaal klaar. En dan gaan we spelletjes doen, want ik hou van spelletjes. Chubby Benny. Nee. Ja, ja. Het drijft op het water. En je kan erin zitten. Een vlot boot. Een vlot. Een verkleind. Bootje. Ja. Goden doe je... Aanbidden. Yes. Oh, dat kan ik zijn met spelletjes. Dat ik het niet helemaal eerlijk doe. Valsspeler. Yes. Even kijken hoor. Ze hebben de toegang geblokkeerd. Dus ze leggen daar iets neer om het te blokkeren. Nee, geen balstaan. Het is een liedje van Spandau Ballet. Dat zegt hem helemaal niks. Ja, dus dat daar kom. Het lijkt een beetje op de naam van een roofvis met tanden. Hai. Nee, een hele gemene vis. El piranha. Nee, ook niet. Het lijkt op Spaans woord. Londen, jus. Hebben we nog? Nou, vast. Gadver, als ik dat zie, dat... Doperten. Nee, ja, maar... Het woord komt er wel van. Erwten. Het zijn twee woorden. Van dat laatste woord zit een ander woord voor je, je boesten in. Borst. Wat noem je dit? Nee, maar heel netjes. Boezem. Boezem.
Hoezo? En dan moet je daar een werkbord van maken. Is klaar. Inboezemen. Ja, afschuw inboezemen. Maar ook dit wordt ook. Je had het over voordat we naar binnen gaan, want dit zou hier binnen branden. Je zet het neer op tafel, je brandt het, verlicht. Kaars! Bijen doen dit. Zoomen. Wat maken bijen? Honing. Oké, en als je het bij elkaar gaat halen, dan ben je aan het... Schrapen. Ander woord, als je iets heel veel van hetzelfde hebt, dan heb je een hele... Je kan het met munten, heel veel munten, je kan het met postzegels, je kan het met Pokémonkaarten. Wat heb je dan als je er heel veel van hebt? Ja, ander woord versparen. Ander woord versparen. Winstzeggen. Ja. Maar het is altijd dat je zelf bent, weet je het niet. En iedere... Verzamelen. Verzamelen. Als de hond boos is, dan gaat hij bijten, blaffen, grommen. Oh, vroeger had je een tekenfilmserie van die beestjes met... maar ja, je hebt het ook met duiken. Ja, snorkel. Het zit je niet mee. Maar... Tegen. Ja, dan nog een woord achter. Tegen zitten. Tegen ja, werken, tegen gaan. Ik heb echt zoveel... Tegen. Oh. Tegen slaan. Tegenslag. Ja. Ja. Open, maar... Dicht. Ja. Je zet je planten op. Vensterbank. Regen. Druppels. Ja, maar dan verzamel wordt regen, sneeuw. Bui. Regen, sneeuw, as. Alles wat naar beneden komt. Neerslag. Ja. Heb je? Gebroken hart. Ja, maar wat is daar... Verdriet. Ja. Verdrietig? Nee. Wat heb je precies als het uitgaat met je relatie? Liefde. Liefde? Ja, dat. Hij heeft alle woorden al gezegd. Liefdesverdriet. Ja. Ja. Nee. Liefde. Er is een groot... groot beest, wat... Olifant, hond, vlieg, vlieghond. Pterodactyl. Dumbo. Okay. Nee, het is groot, het komt voornamelijk in de lengte. Een groot beest waar je op kan rijden. Giraf? Nee, het staat over het algemeen op een manege. Ja, ik had er ook niet. Paard? Ik ga altijd op een giraf zitten. Een groot beest... Wat Pegasus? Nee. Een beest wat kan vliegen. Het is fijn en irritant. Met tas. Nee, ik ook kunnen vliegen. Groot, irritant, vliegen. Als je eten laat staan, dan komt het er altijd bij. Dit is een irritatiebedrijf. Ja, maar dan zonder het eerste gedeelte. Vlieg. En dan het eerste gedeelte van het dier wat op de manege staat. Paardenvlieg, vliegpaard. Paardenvlieg. Groot. Zo dan. Ja, dat vind ik ook fout. Ik wiggel en ik tijd. Ja. En nu spelen we Ticket to Ride. Nog een keer. Wat moeten we neer hebben? Blauw. Komt ie, ja? Paars. Ik hou van paars. Yay. Je wilt dat ik voor je draai, hè? Ja, graag. Je wilt niet meer de Kelly voor je draai. Kelly is stom. Wanneer? Kopenhagen. Ja. Ezerum. Ja, maar je bent er. Ja. Dat is hoeveel punten? 21. Dus dat wordt... 80. Dan... Kiev, Petrograd. Petrograd, Kiev. Ja. Dat is 6. Dan Frankfurt, Smolensk. Ja. Dat is 13. Dus dat wordt 99. Ja, gaat goed. Amsterdam-Wilno. 12. Ze hebben hoge scores op de kaart. Hè. Ik had lage kaartjes. Ja, ze hebben het open. Maar dan gaat er 8 af, want Parijs-Wenen heb ik helaas niet gehaald. Ja. Oh, die moet je ook allemaal halen. Ja. Dat gaat allemaal af, jezus. Nee, dan zijn wij mijn uitspraken. Ja, je weet het niet. Dat is best wel een score, maar Denise noemen we jou. Oké, chill. Palermo, Moskou, dus van hier naar daar. Ja, ja. Dat is 20. Dat is 78.
Ik heb deze sowieso. Nee, heb ik dus niet. Dit is dan min 8. Madrid naar Zurich, dat was dan die geweest. Maar ik had geen treintjes meer. En ja. Toen ging daar een zwarte zitten. Kelly weer, hè? Kelly weer. Dat was 70. Berlijn, Boekarest. Dat is dus van hier naar. Boekarest zit ergens. Ja, maar dit zit sowieso niet echt verbonden, dus. Nee. Berlijn zei trouwens, want je weet naar Frankfurt. Berlijn. Berlijn hier. Oh, nou, kijk, hier. Dat maakt heel veel verschil. Ja, en dan ben ik hier. Ja, ja, die heb je wel. Plus 8. Dan ga je weer terug. Jee. Min 8 plus 8. Naar Venetië. Dus zat ik ook hier. En dan naar Brest. Maar dat wil ik ook niet. Vandaar kan ik kijk eens weer. Hier. Nee, min 8. Dan ga je weer terug. Het is echt. Oké, dan Orlando. Oké. Dan heb ik niet gehad, want ik had gewoon niet genoeg treintjes. Edinburgh, Parijs, 7 punten eraf. Edinburgh. Dan heb ik met pijn en moeite wel gehaald van Rostov naar Essen. En dat is? 5 punten. Waar ben jij? 5 punten. 1, 2, 3, 4, 5. Dan heb ik ook gehaald Rostov, toevallig al 2 keer dezelfde, naar Smolensk. Daar moet ik ook nog even... Dat is ook een klein kuststukje, zeg. Ja, 8 punten. 74. Ik stap gewoon. Ik ben een lui teller. Ja. En dan Brest naar Petrograd. Die heb je als laatste gedaan, hè? Dat is eerst. Toch? Ja, het laatste stukje. 20 punten. Ik ben geel. Dat is 94. Ja. Oké, dan ik. Ik heb Frankfurt, Kopenhagen heb ik niet gehaald. Min 5. Die begin ik. Nou, dan sta ik al gelijk bij Denise en nu komen mijn punten. Dan heb ik Londen naar Berlijn. Nou, Londen naar... waar ligt Berlijn? Hier, die heb ik. Dat is 7 punten. Ja. Dan Athene naar Angora. Die heb ik hier. Komen konijntjes vandaan, hè? Dat is 5 punten. Parijs. Weet je hoe ze Zagreb? Plukken die konijnen? Die sneeuw. Parijs naar... Die heb ik zo. Je hebt ze lekker op je route liggen. 7 punten. Ja, ik had echt geluk daarmee. Maar Kelly had weer hoge punten op de kaarten. Zagreb naar... Brindisi. Maar ik weet niet wat het in het Nederlands is. Die heb ik wel. Daar? Die heb ik... Ja. Ja, die heb ik zo gehaald. Dat is 6 punten. En dan mijn lange. Edinburgh. Naar Athene, die heb ik ook. Dat is 21 punten. 95 plus 21, 16. Ja, 16 punten. 116. Ik heb hem. Kijk, je hebt goede winnaars. Je hebt slechte verliezers natuurlijk ook. Maar je hebt ook slechte winnaars. Ik heb hem. Zo, maar weet je hoeveel pech ik had met die kaart de hele tijd? Dus blijkbaar zo, niet genoeg. Nee, aan het einde kreeg ik hem. Klaar, hè? Dat is heel het spel. Ja. Ja, klaar. Aan het einde kreeg ik hem. Eindelijk. Ja. Weet je, jij had misschien pech met je kaarten. We hadden pech dat iedereen in de voor ging zitten. Jij kon wel lekker leggen. Nou, nee, hier kwam op een gegeven moment wel dat ik dacht, oeh, die moet wel even neerleggen. Ja. Maar verder... Ja, ik had hier iemand in de tussen, daar iemand in de tussen. Ik heb de afgelopen spellen heb ik heel veel verloren. Dus ik mag hem ook wel een keertje winnen nu. Oh. En nu ga ik slapen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Ben je niet geabonneerd? Klik even op abonneren hieronder. Maak je me heel blij mee. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!